functies en inhouden. Wij willen daar eigenlijk nu vandaag verandering in brengen. Veranderingen is in de zin van, we willen naar de toekomst kijken, we willen een elan brengen in het hele project, waarbij dat er toch wel een aantal zaken heel duidelijk naar jullie toe zal worden gecommuniceerd. En het eerste wat we wensen is dat we dat Belgische islam centraal stellen. Wat houdt dat in? Belgische islam, we hebben een hele visietekst ook geschreven, wat dat eigenlijk betekent. Het is geen slogan. Belgische islam betekent niet alleen maar een context, niet alleen maar een taal, niet alleen maar een cultuur. Maar een Belgische islam betekent uitdrukkelijk dat er een soort van onafhankelijke islambeleving moet zijn in dit land. Er zijn heel veel ambassades, heel veel diplomatieke betrekkingen. Dit zijn allemaal welkom. Maar vandaag willen we expliciet zeggen, de moslims van België zijn rijp genoeg, volwassen genoeg, om hun eigen islamitische beleving zelf in handen te nemen. We hebben ambassade X of ambassade Y niet nodig. We hebben een onafhankelijke structuur nodig. En het is ook, ik denk dat jullie aanwezigheid vandaag duidelijk stelt, dat er een nood en behoefte is om daar eigenlijk wel een verandering in te brengen. Een tweede punt bij een Belgische islam is ook dat er het respecteren van onze democratische rechtsstaat, waar dat er een duidelijke scheiding moet zijn tussen kerk en staat. Een verticale scheiding en een horizontale scheiding. Verticale scheiding, daarmee bedoel ik dat er alle gewesten en gemeenschappen ook tot hun recht komen. De Nederlandstalige, de Franstalige, de Brusselse. Maar ook willen we dat er eigenlijk het religieuze aspect, we hebben vandaag het executieve of de executieve, die eigenlijk al het administratieve als representatief orgaan op zich neemt, willen we het theologische aspect, het culturele aspect ook in de verf zetten. Daar hebben we een hele tekst over geschreven, omdat we wensen duidelijk te stellen, als we naar de toekomst willen kijken, naar de aanslagen van 22 maart hier in Brussel, de terroristische aanslagen, de laffe aanslagen, willen we niet alleen maar een veroordelingen in communiqués waarbij dat er één organisatie zegt, ja, we veroordelen dit aanslag, maar wat is het antwoord? Wat is het alternatief? Wel nu, wij bieden ons als een alternatief om met onze jongeren, met de vrouwen, met de verschillende middenveldorganisaties naar de toekomst samen de handen in elkaar te slaan en om te zeggen, wij hebben wel een degelijke project. We hebben al lang gewacht op de instituten, instellingen, maar spijtig genoeg is daar eigenlijk heel wat vertraging in gekomen, om het heel voorzichtig uit te drukken. En we willen vandaag ervoor zorgen dat er toch wel een soort van kantelmoment komt om te zeggen, de Belgische islam bestaat, de Belgische islam is een feit. Het feit dat we ook aan de vierde generatie van moslims, onze kinderen en onze kleinkinderen, die hier geboren en getogen zijn, wensen daar ook een antwoord op. Het kan niet zijn dat we al jaren zitten wachten op antwoorden. Het kan niet zijn dat we fatwas bijvoorbeeld importeren. Dat we, bij manier van spreken, een soort van politisering van het geloof in werking gaan stellen. Dat kan niet, dat moet stoppen. Het geloof is een zingeving, is een religieuze gegeven, waar dat iedereen zijn eigen manier van beleving moet aankunnen. Ik zie hier vandaag ook in de zaal verschillende diverse groepen. Je hebt Malikitische wetscholen, Shafiitische wetscholen, Soenieten, Shiiten. Vandaag willen we daar ook een werk van maken dat iedereen eigenlijk zich goed voelt. We hebben Marokkanen, Turken, Pakistanen, maar ook Belgen, bekeerlingen. Ik denk dat collega Noordin Tawil zal spreken over het belang van de bekeerlingen, die vandaag ook nergens terecht kunnen. Bekeerlingen worden vandaag gewoon aan een hot lot overgelaten. En hun aantal is ook aan het stijgen. Ik denk dat we rond de 15.000 of 20.000 zitten. Alleen al bij een van onze organisaties zijn er al 8.000 leden aangesloten bij Al-Minara, denk ik. Al-Minara. Dus dat is maar een voorbeeld om aan te tonen dat de Belgische islam niet alleen maar een slogan moet zijn. Mensen die met hun vragen ook tijdens de vergaderingen hebben we gehoord van ja, wij zijn Belgische moslims, moeten wij gerepatrieerd worden naar de land van herkomst? Ons land van herkomst is hier. De mensen moeten niet een zekere verzekering gaan aansluiten of wat dan ook, maar ze willen inderdaad effectief een soort van beweging brengen dat ze zich hier thuis voelen, maar daadwerkelijk ook de wetgeving of de Belgische wetgeving die de erkenning van de islam in België al sinds 1974 heeft erkend, dat die uitvoeringen effectief ook aan de gewone gemeenschap wordt aangevoeld. Dat die dossiers, we hebben wel
Een aantal moskeeën die erkend zijn, en dat loopt ook heel moeizaam. Wij willen daar verandering in brengen. Wij willen dat de grote moskee vandaag in de handen komt van mensen die de verantwoordelijkheid dragen op de eerste plaats, dat ze een visie hebben in twee. En ten derde dat ze werk willen maken voor een toekomst waarbij dat iedereen zich thuis voelt. Een ander aspect, daarmee ga ik misschien het woord dan achteraf ook geven naar andere collega's, om dan over te gaan tot vraag en antwoord, is belangrijk het culturele aspect. Waarom cultureel? Omdat we het Belgische cultureel islamitisch centrum hebben gekozen. Wel heel simpel, cultuur is iets dat verbindend is. Cultuur is iets dat heel weinig aan bod is gekomen in de voorbije jaren. Cultuur bedoel ik is een ruime begrip. Dat is kunst, dat is muziek, dat is toneel, dat is museum, musea, tentoonstelling en dergelijke meer. Onze jongeren hebben daar behoefte aan. Het kan niet zijn dat je gewoon monotoon fatwas uitlevert of zegt, ja, dat is halal en haram en dat mag en dat mag niet. Dat zijn geen antwoorden. Dat gaat ook niet op een bepaald moment gaat dat ook geen effect hebben. De meeste organisaties hebben vandaag nood aan een sterke boodschap, aan een vernieuwende discours. Vernieuwende discours dat conform een Europese, Belgische context verandering wil brengen. Dus ik geef graag het woord aan onze collega's, omdat we toch wel evenwichtig. Misschien kort eerst meneer collega Noureddin Tawil, die iets kan zeggen over het belang van het centrum op zichzelf en ook de bekeerlingen uiteraard. Dank u wel. Ja, dames en heren, van harte welkom. En ik dank jullie allen voor jullie aanwezigheid, iedereen. Het is eigenlijk effectief een kantel. Het is effectief een kantelmoment. Wij als mensen, als leden van deze vereniging, laat het duidelijk zijn. Het is geen Vlaamse vereniging. Het is een Belgische vereniging. Met leden van over heel het land. Niet alleen maar gewone leden, maar ook heel wat organisaties. Culturele organisaties die ons steunen. Heel wat moskeeën. 80%, en ik garandeer u, van de moslimgemeenschap staat achter deze project. Want we hebben gemerkt dat als wij het touw niet in handen nemen als Belgische moslims en een halte toeroepen aan de invloeden van buitenaf. We willen een neutrale islam. We willen dat iedere moslim zich kan integreren in deze samenleving, zich goed kan voelen. We hebben de nodige know-how, we hebben de nodige kennis, we hebben de nodige contacten met de gemeenschap, met de regering en met iedereen. Wij zijn open voor samenwerking. Wij zijn open voor alle andere Belgische organisaties. Deze moskee is een symbool en dat weten wij. Het moet een moskee zijn voor iedereen, voor moslims en niet-moslims. Het moet een ontmoetingsplaats zijn voor diegenen die naar cultuur zoeken, voor diegenen die naar geschiedenis zoeken, voor diegenen die gewoon kennis willen maken, menselijke contact willen. Dus er is heel wat wij kunnen realiseren en met de steun van iedereen. We gaan niemand uitsluiten. We gaan ook samenwerken met de andere verenigingen, de Fidel, die momenteel bestaat. Die mensen kennen ons. We zijn geen vreemden voor hun. Wij kennen die mensen. En die weten wie we zijn sinds dat wij heel klein waren. Dus mensen, wij willen een heel heldere, transparante boodschap sturen naar iedereen. En we willen bouwen naar een harmonieuze samenleving. Naar een echte Belgische islam die de wetten respecteert, die de beslissingen van de regering toepast, die ook de scheiding tussen kerk en staat respecteert, gelijkheid tussen man en vrouw, zoals mijn collega heeft vermeld. Dus dat is onze boodschap aan iedereen. Ik laat het woord aan mijn collega, de heer Abdallah. Donc, l'objectif fait de sorte que nous avons pensé plutôt à un centre culturel et islamique parce que c'est grâce à la culture qu'on sait ouvrir les chemins de tout. Grâce à la culture, on peut dialoguer avec l'autre. Grâce à la culture, on peut exprimer ce qu'on peut ressentir envers l'autre. Grâce à la culture, qu'on peut former une société d'entente et de vivre ensemble réel. La culture joue un rôle très important. Et donc, là-dessus, nous sommes... on s'est accentué sur le concept culture afin de promouvoir une ouverture pour tous,
une ouverture de diversité, une ouverture qui permet donc à toute origine, à toute tendance, qu'il soit sunnite, chiite et autres, ethnique et autres, donc de pouvoir s'exprimer et de pouvoir donc gérer l'affaire de l'islam en Belgique. Le but aujourd'hui, c'est qu'on a une ouverture pour tout le monde. Donc tout acteur, toute personne, toute bonne volonté voudront participer à ce projet, qu'il se fasse manifester. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de monopolisme. Donc c'est un centre culturel qui sera ouvert pour tous, qui va organiser des manifestations, des conférences. Et nous nous inscrivons, je le répète, nous nous inscrivons dans les recommandations qui ont été donc édictée par la commission parlementaire du Parlement fédéral après les attentats du 22 mars 2016. Donc nous nous inscrivons dans cette perspective et dans ces recommandations. C'est ouvert pour tout le monde. En fait, il n'y a pas de différence de culture, ou je veux dire de différence d'origine, ou de différence de tendance politique, enfin tendance religieuse, ainsi de suite. C'est un centre qui se veut donc loin de toute question politique. Nous ne voulons pas faire d'appartenance politique. Nous ne voulons pas avoir donc derrière des étiquettes politiques. C'est uniquement et simplement pour la question donc de la culture islamique de manière générale et de la grande mosquée qui est un symbole emblématique donc de la religion musulmane en Belgique. Comme vous le savez, donc ça fait un demi-siècle que cette grande mosquée existe. Elle a toujours été ouverte pour tout le monde. Et nous voulons la préserver dans cette perspective-là. Il faut bien savoir que nous refusons toute ingérence externe. Toute ingérence externe et nous refuserons tout financement externe. Je le répète encore une fois, nous refusons toute ingérence externe quant à la question de la religion musulmane en Belgique. Quelle que soit l'origine de cette ingérence. Il n'y a pas de monopole, je le répète. Il n'y a pas de majorité du musulman. Tout musulman est appelé à participer à ce projet. Et tout musulman est appelé à apporter un pierre à l'édifice. Nous refusons les ingérences externes, nous refusons le financement externe. Dans le futur, nous vous proposons donc d'autres alternatives quant au financement, quant à la gestion et ainsi de suite. Voilà, merci. Nog één punt. Er zijn in de VZW, want u ziet dat er geen vrouwen aanwezig zijn. Cindy heeft zich geëxcuseerd. Veronique en nog. Veronique, Pascal. En Pascal. Dus er zijn drie vrouwelijke leden ook aanwezig in de VZW. En Hanan ook, ja. Ik denk dat wij dat wel meegeven. Normaal gezien was de persconferentie in de voormiddag voorzien, maar het is toch wegens de ruimte en beschikbaarheid van het lokaal, moesten we wel dit moment kiezen. Onderhandelingen, of zeg maar bekendmaking van de organisatie, volop bezig in het hele land. We hebben heel positieve reacties, hè, zowel van Oostende tot in Luik, bij manier van spreken. En we willen daar ook werk van maken dat we inderdaad een centrum zijn van België. Om alle duidelijkheid, wij willen ook die federale structuur, maar die evenwicht ook tussen alle landstalen en gemeenschappen ook respecteren. Dus ik denk dat wel heel belangrijk is. Misschien voor de Arabisch-talige media die aanwezig is en de woordje toe te dienen. بالنسبة للإخوة العرب الحاضرين بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الندوة هذه هي الإعلان عن تأسيس المركز الثقافي الإسلامي في بلجيكا الجديد لإدارة الجامع الكبير في بروكسل الموجود عند الحديقة الخمسينية هذه المعلمة التاريخية المعروفة إن المركز الثقافي الإسلامي في بلجيكا للمسلمين عموما يجسد الإسلام البلجيكي الوسطي المعتدل الذي يحترم القوانين البلجيكية دون أن يتعارض ذلك مع القيم والتعاليم الإسلامية
نهدف إلى أن يظل المركز الثقافي الإسلامي في بلجيكا مكانا للعبادة ورمزا تاريخيا لمسلمي بلجيكا بعد مرور أكثر من نصف قرن على ذلك. نظرا لحاجة المسلمين في بلجيكا لجسم ممثل حقيقي يصلح الحالة الغير مرضية ومن داخل تصويب كل الأمور العالقة، ويهدف هذا المركز إلى جمع شمل كلمة المسلمين وخدمة الشعب البلجيكي واحترام قرارات اللجنة البرلمانية وتنفيذها. وطبعا هو مركز لجميع الناس، فهو عبارة عن مركز مفتوح للجميع، يحترم كل أشكال التنوع الإثني والعرقي أيا كان أصله أو معتقده أو جنسه، ويحترم كذلك المساواة بين الرجال والنساء والديمقراطية وحقوق الإنسان الأوروبية والدستور البلجيكي. إن المركز الثقافي الإسلامي يرفض أي وصية دينية أو تبعية سياسية إلى جهات خارجية دينية أو سياسية، ويعتبر الهيئات الدينية القائمة في بلجيكا إلى جانب العلماء المسلمين والأئمة الكبار هم مرجعية كافية توضع أسسها من خلال المركز الثقافي الإسلامي في بلجيكا لطرح رؤية الإسلام البلجيكي. ونحترم كل الفاعلين في المجتمع من خلال مساهماتهم الإيجابية تجاه مسلمي بلجيكا، ويقبل المركز كل أنواع التمويل العلني المشروع والغير المشروطة وفق القانون البلجيكي. إن التدخلات الخارجية في شؤون مسلمي بلجيكا كان لها تأثيرات سلبية، وتسببت بحالة قلق وظلم كبير للناس أجمعين وللمسلمين البلجيكيين، بل وحتى ضررا هائلا للمجتمع البلجيكي ككل. وإنه لمن غير المعقول أن تتم عملية الاستبدال التطرف الديني اليوم بالإسلام السياسي. نرفض الإسلام السياسي. هذا المكان مكان عبادة، وينبغي أن يكون مكانا نزيها. إلا أن هذه التيارات تسعى جاهدة إلى تسييس الدين وأدلجته، وتسبب في المزيد من التمييز والطائفية والمشاعر العنصرية، وتشكل أرضا خصبة للقفز والمرور إلى التنظيمات العنيفة وحتى الإرهابية منها. سيكون ذلك ليس كلاما، ولكن سوف ننفذه على أرض الواقع. أننا نحرص على هذه المعلمة بكل ما لدينا من قوة، نحرص عليه لكي يكون في خدمة الناس أجمعين، وأن يكون مكانا يشع منه الخير ويشع منه العلم وتشع منه الثقافة، ويكون سببا وكذلك مثالا للمراكز الإسلامية الأخرى. فنشكركم أيها الإخوة وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. Donc je tiens juste à vous rappeler donc c'est que c'est un centre ouvert à tous.
et respectant toutes les formes donc de la diversité ethnique et culturelle et leurs convictions, respectant l'égalité des hommes et des femmes, la démocratie, ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et la Constitution belge. Donc le centre s'inscrit dans cet état d'esprit. Donc nous sommes ouverts à une parité aussi homme-femme au sein de ce centre. Et c'est ouvert à toute tendance musulmane de toute la Belgique, sans exception. Il se veut donc un lieu d'échange et de partage. Je le répète encore une fois, toute bonne volonté voudront participer à ce grand projet se fera manifester. Nous travaillerons bien sûr avec toute instance de l'État, mais dans un cadre donc de reconnaissance ou éventuellement administratif. Mais on rejette toute ingérence extérieure, on rejette tout financement externe et la culture prime surtout et avant tout. Merci. Ik denk dat we nu inderdaad naar de zaal ook een aantal vragen of opmerkingen kunnen opnemen. Ja, meneer. On a déjà un contact et on a un rendez-vous le 20 mars. Enfin, pour compléter, donc, nous ne nous opposons pas à l'exécutif des musulmans. On n'est pas contre l'exécutif des musulmans. L'exécutif des musulmans doit être aussi un acteur participatif dans ce grand projet. Donc, nous ne nous opposons pas. C'est un organisme étatique. Normalement, il est soumis aux mêmes règles que d'autres institutions de l'État, d'autres institutions publiques. Nous ne refusons aucun organisme et nous ne nous opposons pas donc à l'exécutif des musulmans. Donc, il faut que ça, donc c'est une chose qui est claire et nette. Et on, voilà. on est aussi complémentaire parce que c'est un organe administratif et nous, on veut donner le contenu d'un islam belge parce que j'ai déjà dit en néerlandais, quand on parle beaucoup d'un islam belge, le contenu est toujours absent. Ben, quand on met la culture centrale dans notre projet, on veut vraiment que dans le futur, il faut travailler sur une stratégie que les jeunes musulmans qui sont ici en Belgique, qu'ils auront des réponses sur leur identité, qu'elle est une identité musulmane belge, européenne belge. Et je pense que c'est complémentaire. Et quand on dit un islam belge, ça veut dire aussi que nous sommes un islam institutionnel, évidemment. Neutre et pluriel. Donc, neutre et pluriel. Voilà. Allô. نتكلم اليوم عن مؤسسة جديدة أو جمعية جديدة للمركز الإسلامي. وأشار الأخ نور الدين طويلة لأن نرفض كل تسييس خارجي أو دعم خارجي أو توجه خارجي أو بوصلة خارجية. هل المركز الإسلامي طوال هذه المدة التي كان يرعى فيها الشأن الإسلامي هل كان يمشي ببوصلة ودعم خارجي؟ وهل كل ما يحصل في المشهد الإسلامي من ترهات ومن أشياء لا تتماشى مع المجتمع البلجيكي فعلا يمكن القول على أن هناك تقصير في التوجه الإسلامي في المركز الإسلامي. ثم مسألة أخرى، السؤال الثالث، وهو هل سوف تتقاطع القضايا والشأن الإداري والديني والثقافي للجمعية؟ هل ستتقاطع مع المؤسسات المعنية بالشأن الإسلامي مثل الإكزيكتيف ومثل المركز الأوروبي للعلماء؟ Heel kort, donc la question dit
monsieur dit que est-ce que avant il était l'islam il était financé par de l'extérieur, est-ce que vous allez collaborer avec les organisations qui existent aujourd'hui, quelle est votre vision, etc. Donc pour répondre en bref, évidemment, quand on met un projet nouveau, on veut de renouvellement. On veut aussi que un changement. Même si on dit que le centre islamique, par exemple, qui était dirigé par l'Arabie saoudite ou par d'autres, par la Ligue islamique arabita, par exemple, mais il n'a pas vraiment donné des réponses, parce que sinon on avait dans les jeunes qui ont voyagé vers la Syrie, par exemple, les jeunes qui ont qu'on a vu qui sont dans la Belgique, qui ont fait des attentats parce qu'ils ont été manipulés par des idées, par des idéologies d'extérieur. Oui, il y avait une littérature, et jusqu'à aujourd'hui, je pense, il faut un changement. Sinon, on ne fait pas cette organisation. Donc, on a fait ça pour changer des choses. On n'a pas fait ça pour être compétitif pour l'exécutif ou quelque part. Non, on veut vraiment être là pour les besoins des gens qui sont une partie qui demande chaque jour des réponses à leurs besoins. Donc c'est dans ce cadre-là que le BCC est créé. Et pour compléter donc la réponse de mon collègue, donc voilà, nous sommes ouverts à travailler avec les institutions publiques belges. Ça, donc nous sommes ouverts à ça et nous respectons donc ceci. Je dis bien les institutions publiques reconnues, à savoir, pour le moment, à ce que je sache, il n'y a que l'exécutif qui est une institution donc publique belge reconnue. D'autres associations ou d'autres institutions, ils doivent d'abord passer par la voie donc de législateur belge pour se faire connaître et pour qu'ils se fassent reconnaître aussi. Donc voilà. Donc nous restons ouverts à cette perspective. Je dis qu'on va collaborer avec toute instance ayant une bonne volonté de développer et d'aller vers l'avant avec ce projet. Une courte vertaling, il y a des néerlandophones qui demandent une traduction, excusez-moi. Une courte vertaling, de vraag van meneer Dries, die zegt van, wat zijn er vroeger inmenging geweest van het buitenland? Waarom zijn jullie eigenlijk opgericht? En wat gaan jullie doen naar de toekomst? Antwoord is inderdaad, direct of indirect zijn er ideologische ideeën die verspreid zijn. En ook zeggen wij van, er werd te weinig gedaan voor antwoord te bieden aan onze jongeren. Want wij weten allemaal dat er bij onze jongeren heel wat noden en behoeften zijn die onbeantwoord blijven in de komende jaren en nu tot de dag van vandaag. Onze kinderen, onze kleine kinderen. En wij willen daar een oplossing, wij willen daar een verandering aan brengen. Ik zeg, er is een verandering op komst. En die verandering situeert zich in het feit dat we eigenlijk dit centrum hebben opgericht om daar eigenlijk effectief concrete, niet alleen maar antwoorden of slogans, maar echt wel programma's aan te bieden in verschillende kanten van het land. Dat was eigenlijk een beetje zijn vraag. Ook met zeg maar, de moskeebezoekers, zoals hij dat heeft genoemd, de fidelen van de moskee. Ik zou je echt garanderen dat niemand van ons is op de hoogte van jullie vereniging. Nog nooit iemand heeft contact met ons genomen. Dus wij zijn echt absoluut niet op de hoogte van jullie project. En dat is een punt. Het tweede punt. Jullie project volgens mij is in strijd met de wensen van de onderzoekscommissie. De onderzoekscommissie zegt in zijn, zeg maar, dat
executief, moslim-executief moet samenwerken met een lokaal gemeenschap. Lokaal gemeenschap betekent dat mensen die dagelijks de moskee bezoeken, of dat eigenlijk de gebruik maken van de islamitisch centrum. Maar jullie project, zoals ik, als ik dat, dat goed begrijp, is het in strijd met deze wensen. Dank u. Uw boodschap is duidelijk aangekomen. Wij zijn opgericht en we hebben meteen ook de nodige contacten gelegd met de lokale moslimgemeenschap waarover dat u het hebt. We hebben een aantal gezichten gezien. We hebben die ook in de vergadering gekregen. Ja. Dus u, met alle respect, u bent ook één van die Les Fidèles. U bent niet de woordvoerder van Les Fidèles. Dus wij willen duidelijk stellen, wij gaan in de toekomst ook de nodige stappen zetten. Wees gerust. We hebben al een aantal mensen gezien. We weten dat er de huidige directeur bijvoorbeeld, of Les Fidèles en de andere oudercomité die aanwezig is. Maar vergeet ook niet dat we eigenlijk vandaag de persconferentie juist hebben gehouden om onze officiële VZW ook te laten bekendmaken. Dus het is niet verbazend, integendeel. Wij zijn vandaag ook gekomen, heel publiekelijk, maar naar u toe. Het feit dat u vandaag aanwezig bent als Les Fidèles maakt ons blij, want u gaat misschien dan de boodschap overbrengen aan ook uw collega's. En hetzelfde willen we ook nog duidelijk stellen. Wij zijn niet in strijd, in tegendeel. We hebben met alle politieke partijen al de nodige stappen gezet om daarover het te hebben. De parlementaire onderzoekscommissie wenst een aantal voorwaarden voor het geven van de concessies aan een nieuwe organisatie. We zijn één van de organisaties, wij gaan ons die ook niet opdringen, maar wij willen ook een ruimere dan alleen maar de grote moskee. Ons project is de invulling van een Belgische islam, zoals ik in het begin heb gezegd, een Belgische islam, waaronder onder andere de grote moskee een onderdeel van is. Ja, inderdaad. Ja, zie. Salam alaikum. Lof samacht, lof atalt kalilan, fasamihuni fil itala. أخوكم شعبان من الأزهر الشريف أحد العلماء الذين أتوا إلى بلجيكا في عام 2000. أولا أحب أن أرحب في هذه الجلسة بإنشاء المركز الثقافي الإسلامي الأوروبي في شومان، ونسأل الله أن يكون فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. ولكن أريد أن أتطرق إلى شيء بسيط. أنا حضرت هنا 20 عاما، فإذا ما أردت أن أعتب فأعتب على العلماء والأئمة قبل أن أعتب على الناس، لأن فيها 20 عاما مضت لم أرى تقدما للإسلام. فكل الأئمة وكل العلماء يأتون إلى المساجد يتكلمون في مسائل سطحية ويتركون المسائل الجذرية، حتى وصلنا الآن أن يكون الإسلام إسلام سياسي. فإذا ما تطرقنا إلى الإسلام الحقيقي، والله لا يكون هناك فرق بين القانون البلجيكي وبين الإسلام المعتدل. هذه قضية، فيجب أن نبدأ من الآن. كما كان لنا مركز ثقافي سنبدأ فيه، أن يكون هناك هيئة يجلس فيها العلماء ويجلس فيها الأئمة ويتعارفون، ثم يوضع لهم برنامج. هذا البرنامج يتكلمون فيه عن كذا وكذا وكذا من الأشياء المهمة. وأول شيء نبدأ فيه، نبدأ بالأولاد، لأن الإرهاب حينما نراه في جميع بلاد العالم كلهم من الشباب، 20 عاما، 25 عاما، 18. الولد الذي فجر نفسه الأسبوع الماضي في مصر 19 عاما. من أين أتى؟ بالتعليم. إذن هناك جهل وهناك نقص، فإذا كان هناك نقص فنجب أن نحاسب العالم قبل أن نحاسب الولد. وأشكركم جزيلا. أستاذي الفاضل. L'intervention de monsieur. Donc, monsieur a cité un point très important par rapport à la question donc, de l'islam de manière générale, en disant que la première responsabilité incombe donc aux savants théologiens. Parce que bon, donc, et il dit que ça fait 20 ans donc, qu'il est ici en Belgique et que bon, il n'a pas vu d'évolution quant à l'acquisition de l'islam en Belgique. Et c'est pour ça qu'il dit que les premiers acteurs responsables de ce qui s'est passé, de sa détérioration, et éventuellement donc de ce qui a touché nos jeunes, de manière générale,
tout ce qui concerne la question d'extrémisme, la question du radicalisme. Donc la première responsabilité incombe à ces responsables savants qui avaient donc la compétence de ce culte en leur, enfin, qui avaient donc le culte musulman en leur compétence. Donc elle a fait une suggestion, une proposition, mais je pense que ceci relève donc de la compétence plutôt de et du ministère de la justice, donc qui est compétente en matière de culte, et de l'exécutif du musulman qui a donc la compétence des reconnaissances des mosquées et de la formation des imams et des aumôniers, ainsi de suite. Donc il a soulevé une question vraiment donc, qui est très importante et primordiale pour la société de manière générale. Et il souhaite voir la création d'une nouvelle structure théologienne quoi, pour examiner et discuter donc de cette question, et surtout dans le côté éducation des choses par rapport à nos jeunes enfants et aux jeunes. Et il a cité comme exemple le jeune qui s'est fait exploser cette semaine, la semaine passée en Égypte. Il n'avait que 19 ans. Donc, de nouveau, il dit que la première responsabilité incombe à ces savants et à ces personnes donc, qui ont eu la compétence de culte. Voilà, merci. Nous sommes très bewust van onze verantwoordelijkheid. Momentje. Ja. Van onze verantwoordelijkheid. Toen ik mijn toespraak begon, heb ik duidelijk gezegd: het is een kantelmoment. En wij menen het. Onze jeugd heeft religieuze begeleiding nodig. En dat krijgt ze niet in de moskeeën. Heel wat imams zijn niet geëduceerd zoals het moet. Beheersen de taal niet, kennen de samenleving niet. Laat ons realistisch zijn. Wij willen dit veranderen. Wij willen dat in samenwerking doen met alle moskeeën, met iedereen. Wij willen ze niet wegjagen, maar we moeten een dynamiek creëren om die verandering te creëren. Laat ons realistisch zijn. Wij hebben imams nodig die de wetgeving kennen, die de sociale noden kennen van de mensen, die bewapend zijn met de nodige kennis van deze tijd. En daarom, wij doen het niet voor onze eigen, het is een verantwoordelijkheid. Ik geef het woord aan onze broeder. Sorry, er is Jawad die eerst. Meneer Jawad. We gaan de volgorde respecteren, want ik weet, er zijn heel veel vragen. Sorry, gewoon een orde van Jawad. Vraiment, on encourage cette initiative pour fonder un nouvel centre culturel islamique. Et je voudrais vraiment savoir, est-ce que vraiment ce centre ce ASBL, il a pris la responsabilité d'une manière officielle pour gérer ce centre? Et aussi, je parle qu'on devait avoir un groupe de réflexion pour fonder une stratégie qui vise vraiment l'avenir de l'islam européen. Et donc aussi, je tiens vraiment fort pour vraiment regarder loin et de vraiment avoir une ouverture. C'est pas seulement qu'avec les musulmans, même aussi avec les non-musulmans, et d'avoir aussi un dialogue interreligieux. Merci beaucoup. Je vais, alors, en bref, M. Jawad, il était aussi invité pour cette groupe de réflexion. Donc, on nous tient de vous dire, vous êtes le bienvenu, et d'aujourd'hui qu'on peut travailler ensemble. Donc, ça, c'est la réponse très, très rapide. Donc, par rapport à la question des instances officielles, donc, il faut bien savoir que, après cette présentation, donc, c'est une ASBL, on va rentrer donc, en contact avec d'autres donc, instances officielles. Et alors, à ce moment-là, donc, on a essayé de projeter déjà donc, notre projet par rapport au ministère de la Justice, donc, qui est compétente par rapport à la question du culte au niveau fédéral.
Nous prendrons contact dans le futur. Et comme vous le savez, la semaine prochaine, c'est une semaine de vacances. Et donc, souvent, les responsables sont absents. Donc, on rentrera aussi en contact avec éventuellement la présidence de la région de Bruxelles-Capitale et avec d'autres instances afin de projeter et d'expliquer notre vision et l'objectif de notre centre culturel. Et je le répète, ce n'est pas un centre culturel uniquement ouvert aux musulmans, mais c'est ouvert pour tous. C'est promouvoir le dialogue entre tout le monde. C'est faire connaître donc la civilisation et la culture de l'un et de l'autre. Donc c'est vraiment de manière générale. Voilà, donc ça c'est un des objectifs. Bien sûr qu'il va y avoir certainement la constitution d'un conseil d'administration, où il va y avoir donc... le choix donc d'un président, d'un vice-président, de deux personnes qui vont diriger ainsi de suite, ça ne va pas être limité uniquement aux membres que vous voyez aujourd'hui ou bien les membres fondateurs, mais ça va être une structure en tout sens de terme. Voilà, donc voilà, il va y avoir tout ce qu'il faut pour que ce centre islamique réponde aux exigences et de la société musulmane et du vivre ensemble et du bien-être de tout le monde dans l'ensemble. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eerst en vooral, ik wil jullie feliciteren met jullie project. Ik hoop dat er veel geer gaat inzitten en ik hoop dat jullie dat heel goed gaan doen. Ik twijfel niet aan jullie intenties, ik hoop dat dat goed ook gaat komen. Ik vind het spijtig dat er hier eigenlijk geen jongeren zijn. Ik had er meer verwacht. Ik ben ook heel tevreden dat jullie naar de jongeren openzetten. Want als jongeren kan ik jullie echt volledig zeggen, ik ben nu al 5 jaar bekeerd, alhamdulillah. En er is echt weinig tot geen eigenlijk diplomatie tussen de jongeren, nog tussen de moskeeën zelf. Wat u heeft gezegd in verband met de imams, bijvoorbeeld geen Nederlands, goedbas die in het Nederlands worden gegeven, we zijn totaal de voeling kwijt. Nu, ik steun jullie project heel hard en ik zit zelf ook in een vereniging van studenten van de universiteit, van moslimjongeren. Dus ik hoop dat we in de toekomst vaak kunnen samenwerken. Zelf werk ik op het Europese parlement en ik ben ook heel begaan met dergelijke evenementen. Maar mijn vraag was eigenlijk als volgt. Ik hoor jullie praten, heel vaak praten over de Belgische islam. Maar ik stel me daar eigenlijk vraag bij wat jullie daar echt specifiek mee bedoelen. Want met alle respect, wat haram is in Amerika of Rusland, is ook haram in België. Het is niet... Ja, maar ik wil niet die termen gebruiken, want dat is een beetje... Ik kom misschien slecht over, maar wat is jullie beeld van een Belgische islam? En wat willen jullie dan... vormen. Wat willen jullie met de jongeren doen? Naar waar willen jullie ons sturen eigenlijk? Dat is mijn vraag voor jullie. Barakallahu fik. Heel kort ook, Belgische islam is een... na de aanslagen nogmaals van 22 maart hebben we gezien dat de mensen, of de jongeren waarover dat u het hebt, geconnecteerd zijn met ideologisch ook via het internet, via sociale media, de geglobaliseerde wereld. Dat ze antwoorden zoeken buiten België in plaats van in België, van België. Ik heb zelf kinderen en als ik mijn zoon en mijn dochter... wil beantwoorden, dan hebben ze een directe antwoord, een concreet voorbeeld nodig van hier in België. Om u maar een voorbeeld te geven van onze leerplannen, van boeken. Als u foto's trekt van een grote moskee, in alle leerboeken die de islam vandaag in de Vlaamse taal worden gebruikt, alle foto's zijn geïmporteerd. Het is alsof dat we hier geen familiegezinnen hebben, dat we hier geen moskeeën hebben, dat we hier geen kunstvormen hebben van de islam. Het is heel spijtig om dan altijd maar te refereren, dus de referentie van een islamitische, Belgische referentie is in eerste plaats van hier, de preken. Als men altijd, wij communiceren vandaag nu met u in het Nederlands. Als ik met u in het Arabisch, gaat u ook opstaan en zeggen, meneer, ik begrijp u niet. De preken van vandaag, een Belgische islam, betekent dat u de taal gebruikt van het land waarin dat u leeft. En dit is Frans en Nederlands. Als we zeggen een Belgische cultuur, dat u ook een aantal gewoontes gaat meenemen. Dat u het burgerschap, als burger van dit land, gaat u ook stemmen. Dat u gelooft in de democratie. Dat u zegt, van ja, er is een scheiding tussen kerk en staat. En dat is de Belgische islam waar uiteraard halal en haram zal niet veranderen, broeder. Dat is niet hetgeen dat wij mikken. Wij mikken in heel veel ruimere en uiteraard de theologische discussies zullen natuurlijk verder gaan, maar weliswaar onderbouwd met een antwoord dat eigenlijk gefundeerd is met argumentatie vanuit de Koran en de Sunna en de reden en uiteraard onze context. Dus dat is, maar we gaan in onze visietekst, we kunnen u speciaal ook een visietekst overhandigen, maar dat allemaal heel concreet wordt ingevuld. En faqat qultu lahu madha na'ni bil belgique al-islam al-belgiki akthar min al-thaqafa wal-lugha wa ghayr dhalik walakin fi nas maktoub mumkin na'tihi lahu yattali alayh. Akh al-Farhawi. Wacht een minuutje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
شيخ فخير شيخ سير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. الفرحان محمد عوض الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وعوض الجمع العام للهيئة التنفيذية. وفي الواقع أشعر بالاعتزاز حينما تذكر هذه المؤسسة في الاجتماعات وفي المؤسسات، وفي نفس الوقت نشعر بالإحباط حينما يذكر اسمها، نظرا لأنها ليس لها دور فعال كما نسمع في الصحف البلجيكية والوطنية بصفة عامة. سؤالي محدود، يعني كثر الحديث في هذه الأيام حول تسيير المركز الإسلامي البلجيكي. هناك مجموعة من المؤسسات والجمعيات التي ظهرت في الساحة، تقريبا لحد الآن هي 4 مؤسسات مع مؤسستكم المحترمة التي تقدم مشروعها لتسيير المركز الإسلامي مستقبلا. وهنا السؤال المطروح، يعني هذه المؤسسة ديالكم المحترمة، هل لديها اعتراف رسمي من طرف السلطات المحلية؟ لأن حينما نتحاور في الموضوع يعني يظهر لنا على أنها بالفعل لها وجود ولها يعني حضور في الساحة، وأنها هي التي ستكون الرائدة لتسيير المركز الإسلامي الحالي. السؤال الثاني المطروح هو أنه بأسلوب أو بآخر، حينما نسمع على أن المؤسسة الجمعية ديالكم المؤسسة المحترمة أنها دخلت في مناقشات مع مختلف الجهات والجمعيات والمؤسسات وأعضاء المجتمع المدني في المناطق 3، سواء في لافلوند ولا بروكسل ولا في لاوالوني. بالنسبة لمنطقة بروكسل ليس لدينا خبر، مع من دخلتم فيه؟ سنبدأ الآن. ستبدأون؟ لا، من خلال لا فقط من خلال بيانات وليكومونيكي دو بريس اللي سمعناهم أن هناك تشاور يعني رسمي مع مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجتمع المدني في منطقة ديال بروكسل، وليست لدينا دراية وليس لدينا أي خبر. وبالخصوص نحن ما نقول أنا وأعوذ بالله من قال أنا، يعني دونك أكتور أسوسياتيف وأعضاء في المجتمع المدني، ليس لدينا خبر. نحن نرحب كذلك بكم، غير اسمح لي، ونحن في نفس الاتجاه من أجل إسلام بلجيكي يحترم القيم الإسلامية الخالدة ويحترم مؤسسات الدولة ويحترم دولة الحق والقانون. ولكن هناك جمعيات نسمعها يعني تذكر في الساحة على أن هناك تشاور معها كالهيئة التنفيذية، مع كل احترامتي لها، أنا شخصيا لا أرى لها وجود منذ 2014 ونحن نسمع عن إسلام بلجيكي ولا نرى. صحيح. شكراً أستاذ الفرحاوي. أولاً أستاذي جزاك الله خير، نحن الآن نعلن عن هذه المؤسسة للملأ، لا نشتغل في الظلام أو تحت الأنظار، لأن هذا المسجد ليس مسجدي أنا، هذا مسجد لجميع الناس، للبلجيكيين الغير المسلمين وللمسلمين، حتى يعرفون ويشاركون. نحن ليس لدينا مانع أن يكون من بين أعضاء الجمعية من غير المسلمين، يعني حتى نتعاون في مشروع. فأي مسجد في بروكسل يريد أن يشترك فمرحبا به. نزيد فقط إضافة مهمة، أظن احنا عندنا فيدرالية تأسست وهي فيدرالية المساجد، نحن نراهن عليها كثيرا، إن هي في الحقيقة هي التي ستضم كذلك اتحادات بروكسل، وننوه على أن هذا التعاون وهذا التآزر هو الذي سيكون بداية مستقبل هذا الإسلام البلجيكي الذي طرحته سيدي. أن نحن نريد فعلا، هناك اتصالات وقعت مع الفيدرالية ومع اتحادات المساجد بدون أن ندخل في التفاصيل، ولكن أنتم حضوركم هنا ولله الحمد واتحادات المساجد نعلنها أننا يد واحدة ولنا هدف واحد، وسنعمل سويا من أجل إصلاح هذه الاختلالات التي وقعت في الماضي، ولا نريد أن نرجع كثيرا إلى الماضي. دعونا ننظر إلى المستقبل ونضع يدا في يد، لأن هذا المشروع مشروع الجميع، لا نقصي فيه أحدا. حتى الأخ الذي أخذ الكلمة قال لهم أنتم لم تأتوا لأن جمعية كذا وكذا، يا أخي من هنا من هذا المنبر نمد أيدينا إليكم، فليبلغ الحاضر منكم. نعم، ليست قضية زائر. شوف أخي سيدي، نحن لسنا قضية زائر أو غير زائر. الإسلام ليس في الزيارات، نحن طلاب معهد الإسلام الأوروبي لمدة 5 سنوات، أنا عبد ربه والإخوة. نعم
نحن لا نرجع إلى الماضي، أسستها الرابطة ونحن تابعنا وواكب. شوف يا أخي الكريم، هذه البناية بناية ملك لبلجيكا، ليست ملك لأحد، والمسجد هو مسجد بيت الله وهو مفتوح للجميع. ونحن قلنا أن المشروع الجديد يركز على إعطاء أولوية ومضمون لما نريده في المستقبل. فنحن إذا أقصينا أحدا وقلنا له نعم نحن لا نريدك، حينئذ لك الحق. نحن عندنا نقص في الشباب، عندنا نقص في النساء، عندنا نقص حتى في هذه الجمعيات التي تذكرها، ربما حتى الجمعيات أخرى سينشأون غدا أو بعد غد. يعني التعاون هو مفتاح النجاح أخي الكريم، التعاون والنية الصادقة في العمل من أجل صالح هذا البلد ومن صالح الأجيال الصاعدة. شكرا، نشكركم أيها الإخوة. Taling, ja? U bent en français, Nederlands of Frans? Non, mais en fait, donc, monsieur avait posé une question quand si nous avons déjà pris donc des contacts avec d'autres institutions, et donc il a soulevé la question que lui il fait partie donc de l'exécutif et du conseil de l'exécutif et qu'on n'a pas encore discuté avec eux, donc, mais on a dit que bon, voilà. C'est que, voilà, en fait, les discussions ont déjà été entamées. Bon, peut-être elle n'a pas été informée. Non, mais ça, ce n'est pas de notre faute. Quand donc, voilà, et puis, bon, enfin, elle a posé donc la question aussi de savoir que donc la nature du projet, tout ça, on a déjà cité, on a déjà parlé. Le frère de l'autre côté, donc, lui, il a parlé de l'association du fidèle de la mosquée qui s'est fait construite, enfin, constituée il y a quelque temps. Donc personnellement je fais partie et un grand nombre de musulmans de Belgique ils ont signé la pétition pas dans le sens d'un état d'esprit de dire tiens il y a juste une communauté ou un pôle de personnes qui vont donc s'occuper. On parle pas nous personnellement, il faut bien que les choses soient claires, nous ne parlons pas d'une gestion pure et simple par nous-mêmes, hein. Je le dis, je le répète, nous sommes ouverts et nous restons ouverts à toute suggestion, à toute proposition, à toute appartenance. Je veux dire, si vous permettez le terme, c'est comme un ensemble donc, en mathématiques où il faut ajouter à chaque fois donc, un élément. Donc voilà, c'est ça. Et puis bon, voilà, donc c'était ça. Je le répète, donc toutes les associations vont devoir donc intégrer et participer afin d'aboutir à un projet qui répond à un islam donc belge, neutre pluriel, je le répète, donc, et qui tient compte de toute tendance religieuse musulmane de la Belgique, y compris des musulmans, y compris, je veux dire, des sunnites, des chiites, autres tendances, ahmadites, ainsi de suite, parce que c'est un truc qui concerne tout le pays et concerne pas uniquement une communauté. Ça, il faut que les choses soient claires, nettes et bien compréhensibles pour, bon, par certains et certains. On fait aussi appel à des femmes, donc parce que bon, on a des femmes qui sont donc parmi les membres fondatrices, enfin je dis donc fondateurs, je dirais, mais c'est ouvert pour tout le monde et c'est un partage dans le respect des valeurs démocratiques de ce pays, dans le respect donc de la parité homme-femme. Dans le respect à ce moment, enfin, je veux dire, de toute confession, qu'il soit philosophique ou religieuse. C'est comme ça qu'on peut promouvoir ce qu'on appelle le vivre ensemble. Le vivre ensemble, ce n'est pas un ensemble de photos sur Facebook ou quoi que ce soit. Non, ce sont des actes sur le terrain. Des actes que moi, personnellement, j'appelle des IOV, des indicateurs objectivement vérifiables. Quand vous vous présentez à un entretien d'emploi, il faut montrer ce que vous avez sur vos compétences. Et donc, moi, c'est dans cette perception d'idée que nous faisons appel à toute bonne volonté, je le répète encore une fois, à toute bonne volonté qui veut participer à ce projet. Parce qu'on va devoir travailler dans l'éducation. On va devoir travailler dans les programmes scolaires de ce qui se donne comme cours d'arabe, ainsi de suite, dans des mosquées, dans des écoles qui parfois ne répondent même pas à certains critères de sécurité par rapport à ces petits-enfants et tout ce qui suit. Donc, on va devoir... Et on n'a plus besoin... que ces manuels scolaires viennent de l'extérieur. On a des personnes compétentes en Belgique qui sont capables d'élaborer des manuels scolaires pour les écoles d'arabe, les week-ends bien sûr, samedi, dimanche ou mercredi. Et donc, et ces bonnes volontés, je sais qu'ils existent, il y en a même dans la salle. Je leur fais un appel, je leur dis manifestez-vous, c'est le moment, jamais. Voilà, donc, c'est dans ce sens. Merci. Merci.
بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بالإخوة جميعا وأهنئ وأبارك للإخوة القائمين على المؤسسة الإسلامية في عجالة سريعة جدا وأنا أريد أن أتكلم عن الماضي إنما يعني مداخلتي تتمحور في نقطة هامة جدا ولا أريد أن أتكلم عن الماضي فكما قيل لا داعي البكاء على اللبن المسكوب الماضي كلنا يعلم ويعيش فيه وأنا أعيش هنا منذ قرابة 20 سنة في أوروبا أحلم على أمل أن أجد مؤسسة أوروبية مستقلة وأرجو أن يكون كلامي واضح مستقلة ليست تابعة لأي دولة من الدول وحقيقة عندي تحفظ على قضية الإسلام البلجيكي الإسلام واحد لا نريد قضية إسلام بلجيكي وإسلام مغربي أو إسلام مصري أو إسلام سعودي لا الإسلام واحد لكن إذا وجد من يفهم الإسلام فهما صحيحا ويكون فاقها لفقه الواقع وعالما بالأمور والشؤون فلا يكون هنالك تعارض ولا يكون هنالك تضارب ولا يكون هنالك أي شيء من هذه الأمور لذلك أشعر وأتمنى أن تكون المؤسسة يعني كما أرى أنها تفتح الأبواب لجميع لا تقصي أحدا دون أحد وتتسع للجميع من الرجال ومن النساء وجميع الجنسيات وآمل على أن تقوم بدورها كما ينبغي لأن القضية ليست قضية المسلمين الجدد إنما قضية جيل بأكمله نحن الآن نعيش في الجيل الرابع أبناء المسلمين الآن انجرفوا مما لا يخفى عليكم في التيارات التي التقفتهم يمنة ويسرة وهذا كله راجع إلى التقصير والكل مسؤول لا قضية مؤسسات ولا أئمة ولا دعاة ولا علماء إنما الجميع مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على كل خير والسلام عليكم ورحمة الله vraag van Ahmed is gewoon eigenlijk wat hij zegt van wij dromen ervan, wij hopen dat dat ook een juiste 20 jaar lang wachten we op zo'n instituut en ik hoop dat dat werk van maakt, dat het inderdaad iets is voor onze generatie, niet alleen maar voor de bekeerling, maar ook voor de generatie, vierde generatie zegt hij. En hij heeft zich onthouden van de term Belgisch islam, tenzij dat jullie daar inderdaad mee bedoelen, cultuur en taal en dergelijke meer. Dat zijn heel kort, ik moet afronden, beste zusters, uitgenodigden. Bedankt alleszins massaal voor de zaal die hier vandaag aanwezig is. We zijn open, we hebben een e-mail, we gaan een perstekst, Nederlands, Frans, Engels, Arabisch uitdelen. Iedereen is welkom, alle suggesties, opmerkingen, wij aanvaarden de kritiek. Wij kritiseren de anderen, dus wij moeten ook de kritiek aanvaarden. En wij hopen dat wij een opbouwende kritiek en toch wel duidelijk samen de handen in elkaar slaan om te kijken naar de toekomst van morgen, de toekomst van iedereen van dit land. En dat we er echt werk van maken om dat eigenlijk eindelijk te kunnen concretiseren met alle partners, met iedereen die met de goede intentie het werk van maken van een islam dat het samenleven verbindt en niet verdeelt. أتمنى أيها الإخوة نشكر الجميع على حضورهم رجالا نساء المنظمات وجمعيات نحن مفتوحين للجميع لدينا البيان الصحفي سيوزع عليكم باللغات المختلفة نحن بابنا مفتوحة للجميع للتعاون للتآزر وكما ننقد الآخرين نقبل النقد كذلك شريطة أن يكون هذا النقد نقدا بناء من أجل مجتمع أفضل وننظر إلى المستقبل ولا نرجع كثيرا إلى الماضي كما قال الأستاذ والشيخ أحمد فنشكركم مرة أخرى باسم الجمعية الثقافية للمركز الإسلامي ونتمنى أن نراكم في مناسبات أخرى بأعمال وجهود تتضافر نحو إسلام بلجيكي حقيقي مستقل يرنو إلى مستقبل أفضل لأجيالنا وأبنائنا وبناتنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.